enkel, ik kan deze niet draaien. Ik zit spiegelbeeld. De dames zijn dus nou heerlijk aan het smullen. Vrienden, het is vandaag alweer, we zien woensdag 26 mei, we lieven om 13:43, ik ben er al een tijdje uit, maar ik zie er niet uit, nee. Ik heb knallende hoofdpijn en ik wil ook even goed mijn haar en mijn hoofdhuid doen, want ik heb wel gemerkt dat mijn hoofdhuid niet goed schoon is en dat is smerig, ja. Moet wel goed schoon, vind ik. En ik heb de dokter al gebeld voor morgen bloed laten prikken en daar gaat de telefoon. En dat is Karin, dus ik neem even op. Hij schat even een moment. Dus ja, we gaan gewoon dan weer een dag in met veel moeite en pijn. Ik ga zo meteen de meiden uitlaten en dat vinden we fijn. Hè? Ja, nou. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet en in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En tot later! Zo, hallo lieve vrienden. Ja, ik ben er weer. Frisse mond. Ik heb gisteren niet al te veel gevlogd. Ik was toen echt verstikkend van mond van de hoofdpijn. Ik heb wel gisteren mijn haren gewassen. Het zit nou ook ietsje pietje anders. Wel een beetje kuifachtig, maar meer een beetje ja, uit elkaar gehaald. En een klein lok krulletje de andere kant. En het is wel weer stijf van de wax, want dan blijft het ook goed zitten natuurlijk. Ja, maar in ieder geval, ik een beetje door de war etcetera zit het. Ja, vind het wel leuk. Een beetje anders en toch ook wel weer niet. Maar ja, het moet kunnen hoor. Het is 2021. Ja, we mogen op 63 zijn, bijna 64. Maar mag het nog best zijn, ondanks dat ik geen gebit in mijn mond heb, maar dat heeft zijn redenen. En als er iemand is die dat graag wil weten, wil ik het wel weer uitleggen. Ik heb het al eens uitgelegd, maar dan doen we het gewoon nog een keer en desnoods nog een keer. Dus als je daar een vraag over hebt dat ik geen gebit in mijn mond heb, men vraagt en ik antwoord. Ja, zo is dat. Nou hoor. Ik ben te verstaan en daar gaat het toch om. Ja, en voor de rest mag ik er nog best wel wezen op mijn leeftijd, dacht ik zo. Ja. Ik moet weer even uitkijken voor een katstaart. Ja, ga even naar de kant. En ik moet opschieten met de rondjes uit. Ik word opgehaald door mijn begeleidster Karin, want die zou vandaag komen. Maar ik moet ook even naar de assistente van de huisarts om bloed te laten prikken. Omdat ik al vanaf eind 1998, wat heb ik daarmee? 2019. Ja, ben ik al moe, want toen ben ik heel erg ziek geweest. En ik ging wel door, want ik had geen koorts. En ik had rijken al, dus ja, dat beestje moest eruit. Dus ik ging gewoon door met die banaan en maar ik was best ziek, ik kon bijna niet praten. Ik was aan het smoesen, maar dat moeten jullie allemaal weten, hè. Ja, ik ben toen best ziek geweest, maar we gingen gewoon door. En vanaf die tijd ben ik ook maar moe en nog eens moe. Het moet toch ergens vandaan komen, dacht ik zo. Dus nou heb ik mijn mond eindelijk maar eens opengetrokken. En nou moet ik bloed laten prikken, dus daar gaan we even voor. Heen, en dan zullen we het beleven met een paar werkdagen niet. Ik andere week of zo, na het weekend of zo. Ik weet het niet hoor. Maar dan merken we het wel, en anders gaan we het verder onderzoeken. Hè. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag, doe het met een lach. En ga gewoon met de auto er lekker even heen. Simpel. Ja, dus en ik ga nou, het is momenteel even droog, dus we gaan er mooi er even doorheen. Maar ik wens jullie natuurlijk ook wel welkom bij een nieuwe vlog, want dat vergeet ik weer helemaal. En het is vandaag alweer donderdag 27 mei en we leven om 10:30.
Oh ja, verhippende Pip. Ik moet ook vanmiddag nog ertussenuit. Want ik moet boodschappen halen. Ik moet, tenminste boodschapjes. Ik hoef niet veel te hebben. Maar ik moet wel een cadeau voor mijn broers moeten halen. Want die is morgen jarig. Mijn broer, ja. Die is 2 jaar ouder dan ik. Ja, hij is morgen weer eventjes 3 jaar ouder. Maar andere man ben ik weer jarig, weet je. Dus het is 2 jaar ouder. Maar het maakt niet uit. Komt allemaal goed. Morgenmiddag moet ik ook naar hem toe. De verjaardag vieren. Maar dan moet ik ook pas heen wanneer Sandra is. Nee, ik raak allemaal door. Wat met al die namen? Jeetje. Astrid is geweest. De huishoudelijke zorg. Ja. Maar dat komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later wel weer. En we zien elkaar dan wel weer. En ik zou zeggen, tot dan. Doei! Zo, lieve vrienden, ik ben bij de dames weer thuis. Het is nu wachten op Karin. En dat ik een telefoontje krijg. En dan krijg ik op deze binnen. Dus ja, ik moet ook weer gelijk ophangen. Maar dan weet jullie er even van. Het is inmiddels 10:56. Ja, yeah. De tijd houdt geen schot. Nee, en wij wel. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Ja, jullie zien ook Rijka, jullie zien ook mij. Helemaal leuk, maar doet er even niet toe. Nee. Enkel, ik kan deze niet draaien. Ik zit spiegelbeeld, zover ik het begrepen heb, en Rijka niet. Ja, draaien in het programma gaat ook niet. Maar maakt allemaal niet uit, het gaat gewoon om of het leuk is, ja of nee. Ik heb een hele drukke middag gehad. Jullie weten, ik ben naar de dokter geweest, ik heb bloed laten prikken. Ik had ook een splinter in mijn duim, die hebben ze er ook maar even gelijk eruit gehaald. En ja, ik ben dubbel de stad in geweest. Ik zou boodschappen doen, maar ik moest ook een cadeautje voor mijn broer. Maar met het ene mag je niet de winkel in. Nee, en dat is deze grote jongen met dat plas erbij. Ja. Yeah. Dus ja, dan mag je niet een normale markt mee naar binnen. Maar ik heb ook nog wat gescoord van mezelf. En dat is een mooie jurk. Modern natuurlijk, jullie weten hoe ik ben. Met een bijbehorende ketting. Dus ja, en wat zag ik in ene? Moet ik het weer even opzoeken, want ik weet het weer niet waar het is. Hier al. Daar zit een buze. Aan die kanten, dus daarom ook. Dus ja, ik ben er helemaal wouds mee. Ik zat hem in verschillende kleuren. Ze had hem ook in zonder mouwen. Ik zei nee, ik zie hem nog wel met mouwen hebben. Ik zei me dan een beetje kort, een beetje luchtig. Nou, en dan staat me echt heel mooi. Morgen trek ik hem aan. Ja, dan ga ik hem aandoen. Want dan wil ik er netjes voor de dag komen. Ik heb nog een jurk besteld, maar die moest even bij de oksels ingenomen worden. Die was een beetje te wijd. En dat is zonder mouw. En dat komt helemaal goed. Ja, en een heel andere kleur dan jullie ook voor mij gewend zijn. Een beetje blauw-grijs is dat. En er is een dingetje overheen. Nou, hartstikke leuk. Ja. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ja, ik heb een zak kattenvoer op de tafel staan. Dat mag Astrid morgen naar boven brengen. Want ik ben het zat, ik ben moe. Ik heb pijn in mijn rug. Dat weet je, je wilt niet weten hoe. Ah, lekkere boefjes. Kom maar. Kom dan. Rijka. Snoepie tijd. Moeten jullie snoepie? Kom maar. Kom dan. Mijn snoepie.
gemeen, hè? Ja, en Elwin die gaat niet voor niks onder die stoel leggen. Met andere woorden, Rijka, ik wil dat niet. Ze duikt er gewoon onder. Nog even, tilde ze met z'n twee die stoel op. Ik zal hem even naar beneden doen. Zo. En dat wil ik bijna nog niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga een bak koffie doen. En ik heb een bounty. En even met mijn spel bemoeien. En dan wordt het toch alweer tijd om met ze te gaan lopen. Ja, want het is nou bijna 16:30. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet. Ga ik ook doen. Vergeet jullie niet, zoals jullie werken. En ik zou zeggen, tot later. Doei. Nou, de dames die zijn heerlijk aan het eten. De bak met brokken die is bijna leeg. En als die leeg is, wordt die afgewassen. En dan komt daar water in. En die bak die moet ook verwerkt worden. Maar die wordt ook afgewassen. Daar komen dan weer brokken in. Dus ja, dat doe ik iedere keer weer. En nou ja, de dames zijn dus nou heerlijk aan het smullen. Lekker hè? Is dat lekker? Elwin, is dat lekker meisje? En jij, vind jij het lekker, Rijka? Ja, je bent een beetje aan het wassen hè? Rijka vindt het ook lekker, die pakt het uit de bakken. Oh, heerlijk. Heerlijk vinden ze het.